Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een beetje een andere video dan dat ik normaal voor jullie heb. Het is nu denk ik 2 weken dat ik een campagne online heb staan, waarbij het eigenlijk allemaal draait om het relaxen. Ik daag jullie ook uit om de telefoon lekker aan de kant te leggen en echt even een momentje voor jezelf te pakken en echt op jouw manier te ontspannen. En dat kan voor iedereen heel anders zijn. De een vindt het heerlijk om te gaan sporten, de ander haalt zijn ontspanning uit koken, de ander leest een goed boek, een film. Ga maar door. En in deze video wil ik graag aan jullie laten zien hoe ik bijvoorbeeld een ontspannen avondje voor mezelf inricht. Dus die laat ik aan de hand van deze film zien. Ik hoop dat jullie de video leuk gaan vinden. Als je nog niet bent geabonneerd, zou ik het heel erg leuk vinden als je dat wel doet. Als je de video leuk vindt, doe vooral een duimpje omhoog of laat een leuke reactie achter. Dat vind ik altijd erg leuk om te lezen. En hou de komende tijd mijn Instagram pagina goed in de gaten. Want daar komt ook een leuke winactie om deze leuke campagne mee af te sluiten. En dan gaan we nu over naar de beelden van de video. Ik vind het altijd prettig om mijn haar vast te doen tijdens een relaxavond. Ik heb vrij lang haar en dan zit het vaak in de weg. Dus ik doe het gewoon eventjes vast. We hebben veel doucheproducten en Rituals is zeker een favoriet van ons. Ik doe altijd mijn gezicht met een reinigingsgel wassen. Hierbij kan ik mijn gezicht en ook mijn ogen schoonmaken. Ik zorg altijd dat ik dit goed afspoel met water, zodat alle restjes verwijderd worden. Na het douchen breng ik een gezichtscrème aan. Dit is een 24 uur crème die voor zowel overdag als in de nacht gebruikt kan worden. Ook mijn lichaam verdient verzorging en dus smeer ik mij ook nog even in met een bodycrème. Wat kaarsjes aan voor de sfeer. Zo kom ik helemaal in een ontspannen modus. Ik drink graag thee bij het ontspannen. Dan gaat er een dekentje over mij heen, pak ik mijn boek erbij en is het tijd om heerlijk te gaan lezen. Op dit moment lees ik Ode aan de Liefde. Een boek vol met romantiek. Nou, ik hoop dat jullie de video dus leuk vonden. Vergeet niet om mee te doen met deze campagne. Dat kan door een foto op Instagram te plaatsen van jouw manier van ontspannen met de hashtag RelaxChallenge. Op deze manier kan ik, maar ook alle volgers en kijkers en zo, kijken op de hashtag en zelf inspiratie opdoen om een andere manier van ontspanning te vinden. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!